Ronald Koeman, u wil hem zelf even spreken? Dat kan. Ronald Koeman. Ja, ik ben niet zo Feyenoord. Even kijken, Koeman. Dag, ik ben Jack. Hallo. Bowie. Ja. Die foto was je... Hij heeft zijn toestel niet bijna. Doe even op de camera. Oké. Okay. Ah, ik zie het. Oh ja, nou ja. Ze hebben allemaal onze problemen. Oké, compleet. Wat gaan we doen? Jack. Goedemorgen. Wat gaan we doen? Ik heb al 22 jaar een hele speciale vriend uit Amsterdam. En die wil ik graag Rotterdam laten zien vandaag. Heb je handjes boven de... Boven de dekens? Ja, heel leuk. Kijk eens. Oh, yo. Kijk eens. Ik ben Bobby. Ik ben Henk. Vertel even wie je bent aan de camera. Nou, ik ben Bobby uit Servië. En woon ik in Amsterdam. Ja, daar heeft door, ja. Ik ben een fan van Ajax. Wat? Dit ga je echt niet aandoen vandaag. Maar vertel even hoe lang wij al vrienden zijn en zo. Ik denk heel lang. Ja. Bij mijn vrouw zat hij op school. En zat ik in All Stars. Ja. Wat deed je dan? En deed ik Jack na. Ja. Hallo. Hallo. Ik ben Jack. En dag, ik ben Bobby. Hey. Grote maat, hè? Maar zo lang zijn wij al vrienden. Ja. Kom op, daar gaan we. Gaan we verkleden, gaan we naar Rotterdam. Niet dat shirt aan, hoor. Echt niet. Heb ik nog een verrassing? Ik heb een nieuwe auto gekocht. Tweede handje, oude bak. We moeten hem alleen... Oude bak. Dus hij moet een beetje gaan lijken op die oude auto. Jezus. Wat een mooie pannen. Heel mooi, hè? Alles relaxed. Alles goed, met jou? Ja, lekker. Dat is mijn vriend. Hoi. Alles goed? Ja hoor. We hebben al wel wat visjes. Ja, natuurlijk. Schuif, zo in je mik. Oh ja, dankjewel. Hey. Oh. Het is lekker zeebaars, hè? Ja, lekker. Lekker, dit is echt heerlijk. Zag je weer een vrouw? Ja. Ja, weer afgeleid. Dat hebben jullie niet. Dit. Oh nee, hè. Gaan we hem daartoe? Feyenoord! Alles. Alles. Wel groot, hè? Vind je? Ja, maar... Daar wil ik niet aan Lorins zitten. Ja, dan bel ik wel even af. Hè? Dan bel ik wel even af naar Ronald. Wie is dat? Koeman. Wij zouden vanmiddag even met Ronald Koeman en Frank de Boer in het stadion komen. Maar de andere hoofdrolspeler, die heeft het liever niet. Hij houdt niet zo van Koeman. Ja. Ronald Koeman, u wil hem zelf even spreken? Dat kan. Ronald Koeman. Ja? Hey Koeman. Hoi. Ja, ik ben niet zo Feyenoord, maar
Ja, en dat weet ik, dat een spelletje is. Ja, en dat een snap ik. Oké, kom aan. Dan, ja. Bedankt van de tip. Wel knap, hè? Ja. We hadden nu dus helemaal geen telefoon, maar Bobby en ik speelden nu een telefoongesprek. En dan zie je dat Bobby eigenlijk net zo'n grote acteur is als ik, vind ik. Ja. Ze speelden gewoon feilloos door. Wam! Ja, gewoon bam! Ronald, mogen we eigenlijk even op de foto met je? Bobby, wij even met z'n tweeën. Ja. Dag, ik ben Jack. Hallo. Bobby. Bobby. Even op de foto. Foto of op de camera? Nee, heb je een foto? Heb je z'n toestel niet bijna? Dan doen we even op de camera. Ja. Hij is okay. Ajax ziet. Oh ja, nou ja. Hè? Zullen we allemaal onze problemen, hè? Ja, dat is wel. Succes okay. Dit jaar. Hey. Wat is je camera nou? In de auto. Hier gingen vroeger alle mensen naar Amerika. Oké. Okay. Met de boot. Gaan wij ook doen. Ga mee? Met de boot? Ja. Nu? Ja. Hij moet wel een bootje met een beetje pit. Ja, een beetje pit. Even flink scheuren, weet je. Was top. Ja, dat zie ik. De Himalaya. lijkt om pornoster. Cookies, brownies, muffins en cakes. Even proeven, hè. Gaan we met de appel door? Jezus, dik. Ja. Oh, man. Heerlijk, jongens. Ik sta hier met de heer Djindjic, Joegoslavisch architect. En ik wou even weten, wat vindt u van ons centraal station? Ja, dat is wel een lekker centraal station, ja. Maar een beetje. Oh, sorry. Sorry. Eten. Eten? Wat is heel Rotterdams? Kapsalon. Ken je dat? Nee. Waar komt het nou echt vandaan, kapsalon? Het woord kapsalon. De kapsalon hiernaast. Ja. Jongens, daar wouden patat en daar vlees erop en gesmolten kaas erop. Maar toen eten natuurlijk geen kapsalon. Hier naartoe en zeiden, zeg het maar, het is voor de kapsalon. En zo is de naam begonnen, zeg maar. Een verlaten lunch dit keer. Maar dus wel een Rotterdamse klassieker. De kapsalon. 1800 calorieën. Dat is net zoveel als 12 kroketten. Maar dat mag de pret niet drukken. En Bobby is een grote eter. Nee, weer geen sushi, Tom. Wel veel kaas, hè, Harm?
Het was in ieder geval weer ouderwets gezellig. Goedenavond, wij staan hier voor het beeld van Piet Hein. Het is voorgekomen dat het hand van Piet Hein dat het naar beneden is gekomen. Daarom heb ik de helm meegenomen. U doet geen helm op? Nee. Piet Hein, zijn naam is Klein. Hij heeft gewonnen. De zilvervloot. Maar wat gaat dan gebeuren dan? Nou, het kan zijn dat de hand in één keer er vanaf gaat. Dat die hand in één keer los kan laten en dan heb je de koek aan het stelen. Dan moeten we eventjes achteruit, hè? Ja, gaat u maar vast achteruit. Ja, doe ik. Dit was uw verslaggever te plaatsen. Ik wens u nog een hele prettige avond. Heb ik een plan. Want behalve lekker eten, houdt Bobby ook van lekkere vrouwen. Drie lekkere vrouwen te laten kiezen uit ons. Okay. En de winnaar, daar mogen hun mee op de foto. Maar dat is de truc. Hoe langer het duurt, hoe langer wij tussen die... God, zie mij. May the best man win. Hoi. Hoi. Een mooie meid al, hè? Gin tonic. Een gin tonic. Ja. En doet ze mij maar een gewone tonic. Nou, dat de beste man mogen winnen. Dank je. Ik ben Jack. Ik ben Bobby. Ik vind vrouwen gelijk aan mannen. Vrouwen vind ik top, tuurlijk. Beetje sexy moves ook, ja. Lekker op de muziek bezig. Ja. Ja. Oké, helemaal top. Ik zit op judo. Ik ben voor de wereldvrede. Ja, gewoon niet meer ruzie. Ik doe mee omdat ik wil bewijzen dat een man van 56 nog best man kan zijn. Nou heren, allereerst, we hebben ontzettend van jullie genoten. Het was echt een hele close call, eerlijk is eerlijk. Maar hebben wij toch gekozen voor jou. Yes! Hey, dat is ondermast. Een rompenmast? Ja. Nee, man, de Euromast. Al Euromast. En beste vrienden. De, jij en ik. Twee echte vrienden. Jij en ik. Hoeba, hoeba, hoeba.
oba, 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 hop, hop, hop. Wij vormen samen een parapaar. Kijk, wat mooi, hè? Mooi, hè? Die hele haven. Jezus Christus. Zo. Echt mooi. Nou, hebben jullie dit in Amsterdam? Nee. Kijk hoe ver je kunt kijken. Nou, daar zijn met die haven zo helemaal gevaren, zo daar met die boot rond. Maar ook helemaal door naar die tweede brug daar, dus de Erasmusbrug, en dat is de Willemsbrug, de tweede. Kijk of dat je kan zien waar ik woon. Kijk, zie je daar die halve koepel? Dat is van Blijdorp. Dat wijkje daarvoor, daar wonen wij allemaal. Daar woont Harm, daar woont Henk en daar woon ik. Henk. Henk? Ja. En Ton die woont in Delft. Eentje in verder. In Delft? Oké. Okay. Ik kan zo een half uur blijven staan als ik wil. En dan lopen een mooie vrouwen. Ja, daar let ik nou helemaal niet op. Nou, ik wel hoor. Wat ga je doen? Ik ga nou naar beneden plassen. En ik ook, denk ik. Oké. Okay. Oh, wat is dat zalig. Oh. Sorry, mevrouw. Sorry. Sorry, meneer. Ken jou? Ja, ik jou niet. Ja. Hey. Hoi, hoi. Doe maar twee aardbeien vanille. Wil je een slagroom? Zonder. Zonder slagroom, eentje met, eentje zonder. Lekker? Mm-hmm. Ik heb nog nooit iemand zien filmen. Fuck, laat mij even parkeren, man. Hey, wat zie jij met fucken? Nee, jongen, zometeen zet ik de auto verkeerd. Nee, jongen. Weg dan, man. Dan hebben we een ongeluk, man. Sukkel. Weet je wat dat kost, allemaal? Godverdomme. Hé, pas op je woorden. Ja, nou, hier. Nou, dan zet ik hem zo neer. Nou, neem je het dan weer. Ja, dan ik. Ja, dag. Gezellig dag. Zo. Zo. Hey, hè. Wat een dag, hè? Ja, dat is zeker een dag. Vond je het leuk? Echt? Ja, heel leuk. Heel leuk, ja, ik ook. Wat vond je het mooiste van Rotterdam? Bovenop de Euromast? Ja. En van die boot. Die boot was goed, hè? Ja, dat is zo vet. Heel vet, ja. We hebben gewoon elkaar weer een dagje gezien. Ja. Schrijf op de lijst erbij. Hé, hey, je hebt mijn andere vrienden leren kennen, mijn Rotterdamse vrienden. Ja. Nou, we hebben nog één cadeautje voor je. Ah, wat is dat? Gewoon, dat is gewoon een warm dekentje. Zo. Dat je gewoon lekker... Dat je ons Rotterdammers, dat je lekker van ons gaat dromen. Dus, Nou, ik heb van de week mijn lievelingstante begraven. Dus ik wou vandaag eigenlijk een beetje met de dood bezig gaan. Dat is altijd wel mooi, zo'n begraafplaats. Dat zijn altijd mooie plekken. Schitterend op een begrafenis, Ave Maria. Wow. En dan lig je zo, hè? Is het zover, dan is het zover.